allemaal prima. En wie gaat de spullen van Shelly doen? Maar dat dat wel klaar is. Dat als wij straks die poort uitlopen, dat hier niet nog mensen staan te wachten op de kleding. Want dat kunnen we niet meer versturen. Of dat ze nog hun geld achter. Dat vind ik echt heel slordig. Ja, maar dat kan ook niet. Nee. En als zij dan de overige dingen blijft doen, dat vind ik allemaal prima. Maar dan moet het wel echt gebeuren. En daar gaat het nu best wel mis. Nou ja, ze doet wel echt heel veel. Want als ik zie de 100 mails, wat dan ook. Ik weet ook niet of dat goed gaat en wat ze precies doet. Maar ik zie haar wel regelmatig achter die computer en allerlei lijsten wegwerken. Dus dat, ze doet ergens wel wat. Ik weet dan niet precies wat. Maar er gebeurt wel wat. Maar er moeten wel nu duidelijke afspraken over komen. Ja, en we moeten ook met z'n allen daar nu bovenop gaan zitten. Dat als het één deze dagen afgelopen is, dat we het gewoon netjes hebben afgehandeld. Ik ga me echt kapot als ik straks die poort uitloop en ik tegen mensen moet zeggen, oh, je hebt in Utopia gezet. Ja, ik heb 4 weken op mijn jas moeten wachten. Ja. Die heb ik uiteindelijk nog niet gehad. Ja. En het programma is gestopt en ik heb mijn geld nog teruggekregen. Nou, dat is ook precies de reden waarom ik dat ben gaan doen. Ja. Maar weet je wat het gewoon een beetje is, Riz? We moeten er kort op zitten. Maar ik ben al wekenlang, elke dag ga ik naar Maris toe voor de terugbetalingen. Ja. Ik vraag het nu ook dagen achter elkaar weer. Moet ik je helpen? Moeten we het even samen gaan doen? Nee, hoeft niet. Ik kom wel naar je toe als het klaar is. Ik ga het morgen doen. Maar elke keer gebeurt het niet. Ja, en ik heb tegen haar ook gezegd, ze neemt te veel werk op haar hals. Want ik zei al tegen haar, jij hebt eigenlijk die webshop te fixen. En iemand anders moet er die kisten gaan doen. Want dan kan jij wel zeggen, die kisten moet ook bij. Begrijp ik ook, want ze heeft zich in te veel projecten gemengd, waardoor dingen niet afkomen. Kijk, ik ben al. Ik ben al lang blij dat Gerrit bijvoorbeeld die pollies allemaal doet. Ze moeten veel doen. Dat kan niet allemaal af. Met wie zij is, kan dat niet af. Maar het hele probleem is een beetje, wij weten niet beter dan dat Mariska een leidinggevend is. Maar ze geeft geen leiding. Ja, maar dat 0%. 0%. En op het moment dat... Ik heb er hier heel vaak voor gewaarschuwd. Vanaf het begin dat ze in Utopia kwam, Maris. Let nou op dat je eerst je eigen taken uitvoert voordat je andere taken uit gaat voeren. Want je wordt afgerekend op... Als je te veel taken doet en er ook maar eentje niet goed doet, word je erop afgerekend. Ja. En we zijn er nu allemaal de dupe van. Ik wacht al 2 weken lang op die terugbetaling. Elke dag vraag ik het aan haar. Ja. Moet ik helpen? Moet ik het zelf doen? Moet ik dit doen? Moet ik dat doen? Elke keer is het nee en ze gaat het zelf doen. Met de uitspraken, als ik zeg dat ik iets ga doen, dan doe ik het. Nou, ik zie het niet. Ja, ik moet even wat anders. Kijk, maar dit... ik weet dus ook niet wat ik hiermee moet. Ik heb een bikini en knuffel Katie besteld. Dan is de bikini wel geleverd, maar de Katie-knuffel niet. Nee. Weet je, maar wat moet ik daarmee? Ja, Katie-knuffels zijn er niet meer. Dus het geld van de Katie-knuffel moet teruggestort worden. Ja, maar waar gaat dat dan mis, snap je? Maar is de Katie-knuffel en dat heb ik met heel veel. Ik heb, ik heb een dit besteld met een datje. En dan is een datje weer niet geleverd. Ja, maar dat is heel vaak zo. Wij hebben heel vaak gewoon dingen verstuurd. Als het van onszelf was, dan pleurden we het in een zak. En dan stuurden we het alvast weer op. En dan was de ander verantwoordelijke voor dat. Ik weet dat nog ja, was dat heel vaak. Maar dan zo. Deed je hem niet op markeren als verzenden klikken. Ja. En dan kon je een notitie... Ja, maar nu als het bij de poort is liever, dan die mensen gaan niet in dat zakje kijken wat daarin zit. Maar het kan dus ook zo zijn dat die Katie-knuffel gewoon niet gedaan. Nageleverd maar, is, hè? Dat kan ook. Nee. Maar dat kijk, je moet nu op de blauwe ogen van die klant gaan, moet je gaan vertrouwen. En dan moet je gaan zeggen van ja, je kan niet. Want het wordt een welisnietes kwestie. Want wij kunnen het ook niet aantonen dat het verstuurd is, Merel. Nee, ja, je hebt helemaal gelijk, klopt. Dat maar is zeker hoe zit het dan met... 1,5 week, 2 weken geleden in de vergadering vertelde Gerrit dat ik niet met haar kan praten omdat ik het ben. En hij zou met haar gaan kijken naar de export en om dat proces te optimaliseren. Ja, dat weet ik niet, lief. Dat weet ik echt niet. Dat heb ik niet. Het enige wat ik... Maar dat gesprek kan je nog herinneren, toch? Ja, dat kan ik me zeker... Nou, daar was ik niet bij. Dat kwam Gerrit later aan mij te hebben, want ik was toen weg. Ik weet niet meer waar ik was er niet. Ik denk ook dat we hier nog maar 1 of 10, 11 hebben. Maar het moet ook goed afgehandeld worden. Het maakt niet uit wie het doet. Maar het is heel duidelijk dat als Maris het nu doet, dat het niet lukt. Nee. Want al deze ellende... Ik zeg je eerlijk, ik heb dit nog nooit eerder gezien. Nee. Ik krijg nu de roze jas. Ach, Jezus Christus. Dus bij 2 mensen heb ik de jassen verkeerd omgestuurd. Ja. Dus de ene had een roze en de andere een panter. Dus ik heb van de panter heb ik een roze gestuurd. En de roze heb ik een panter gestuurd. Maar kan je niet elkaars adres geven? Nee, zo werkt dat. Wat is er? Waarom heb je de kalender opengemaakt waar wij niet bij waren? Oh, we moesten het de hele groep doen. Dat is toch leuk? Dat was toch gisteren ook zo? Ja, we dachten gisteren dat het de eerste was. Of zo, maar het was wel leuk geweest, denk ik. Oh, we dachten omdat het de eerste dag was, doen we met hele groepen. Oh, ik hoorde je heel hard eentjes roepen in ieder geval. Ja, ja, de eentjes zijn vandaag in de beurt. En wat gaan jullie doen voor de eenden? Het aaien is het niet, hè? Dat is een verrassing. Ja. Oh, oké. En daarvoor, als de verrassing klaar is, dan gaan we wel de hele groep erop. Ja? Oké. Ja. Maar daar hebben we wel eventjes... Oh, nou, dat zag ik eigenlijk gedurende de dag al veel vaker. Maar ik denk, ik heb het gaat ook gewoon naar meerdere vragen. Wat doet Merel nu precies en wat doe jij nog aan de webshop? Want voor mij is het spoor
Lijster? Die kwam vandaag naar me toe. Ja. En zij heeft nu de mailtjes van haar beantwoord. En... ja, van, eigenlijk van alles, begreep ik. Nee, niet van alles. Ook niet van kistjes en zo, zei ze. Alleen kistjes niet? Nee, volgens mij, ja, de rest ook niet. Alleen van de jas heeft ze beantwoord, zei ze tegen mij. Oké, wat ik begreep is nu dat zij, maar bind me er niet helemaal op vast, hè. Dat zij gisteravond alle bestellingen, dus ook kalenders. Wat ja, hier kalenders heeft ze gisteravond ook nog verstuurd, ja. Ja, alles wat er ligt, wat er ja. was. En wat, behalve dan de kistjes, want daar heeft ze zich niet mee bemoeid. Want daar zijn jij, Brendan, Gerrit, nou, ik heb net even geholpen mee bezig. Dus daar heeft ze niks mee gedaan. Maar voor de rest heeft zij dus nu alles weggewerkt. Ja. Zoveel mogelijk. Ja. Oké. Ik zeg maar, hoe gaat dat dan? Want Maris doet ook nog een heleboel dingen. Dus hoe zit dat nu? Wat gaat Merel nu doen en wat ga jij nu nog doen? Ja. Want dat spoor is mij bijster. Ja, mij nu ook, maar ik vind het prima zo. Maar gaat zij haar eigen spullen nu doen? Ja, dat deed ze al. Ze deed sowieso. Ja, maar ga je daar ook dan helemaal niet meer mee bemoeien? Nee, dan ga ik me er ook niet meer mee bemoeien, toch? Oké, dus dan is het voor mij duidelijkheid. Want ik zei dan, want anders moet het maandag in die vergadering gegooid worden. Want wie gaat nu wat doen? Want als zij in jouw mailbox zit en de dingen daar doet en met haar eigen jassen gaat bestellen, dan... Mijn eigen jas deze al bestellen, deed ik nooit, hè? Nee, dat weet ik. Maar het gaat mij er gewoon om, gaat zij nu haar hele eigen administratie weer doen? Want als zij dat gaat doen, dan is het ook Merel de zaak. Dus als er nu een ding is, dan kan het ook. Dan is Merel daar nu dus verantwoordelijk voor. Klaar, ja, punt. Ze heeft dat nu zelf opgepakt zo. Ik denk naar die discussie van Ger misschien dan. Ja, zo gisteravond, denk ik. Ja, ze kwam vanmorgen naar me toe. Dus dat ze dat allemaal gedaan heeft, ik zei, nou prima. En Ger doet de pollies? Ja. En jij doet de rest? Ja. En wie doet dan het hele, de hele zotemakraam om Shelly nog heen? Waar nog van, ik, van... met Brendan. Brendan heeft ook geholpen met de jassen inpakken. Dus dat doe jij en Brendan. Dus Merel doet haar eigen spullen. Ja, jij doet de rest van de webshop. Maar Merel deed haar eigen spullen al. Ja, maar niet haar klachtenbehandeling. Nee. En dat moet nu duidelijk zijn. Omdat ze jou een keer niet opvolgde. Daarom heb ik dat toen gedaan. Begrijp ik. Ja. En dat is ook super aardig. Maar als er dat nu... Want er moet duidelijkheid zijn. Want iedereen die doet hier maar soms maar wat. Want als, weet je wel, want dat zeg ik ook tegen Merel. Ik zeg van, dan kan jij prima je eigen klachten behandelen. En dat is ook goed. Want als jij dat, want dat vind ik eigenlijk ook dat ze dat zelf moet doen. Mm-hmm. Maar daar moet wel duidelijkheid over zijn. Mm-hmm. Want we zijn hier misschien nog 2 of 2,5 week met z'n allen. Misschien 3. Maar meer zal het echt zeker niet zijn. Nee. En dan wil ik niet... Persoonlijk zelf, ik zou, en ook als Utopia zijnde, moeten we ons niet gaan schamen dat wij straks die pollen lopen. Nee, maar dat wil ik ook niet. Daarom ben ik als gek nu ook al die kistjes aan het maken en zo, weet je. Want ik wil dat gewoon allemaal weg hebben. Ja. Omdat ik die mensen die kopen iets en die horen gewoon meteen hun product te krijgen, weet je. En daarom is dit nu ook, weet je, dit is, nou ja, ik hoop morgen, overmorgen klaar. Ja. En dan is het ook klaar met die kistjes. Ja. En dan denk ik dat we de rest er ook allemaal af moeten gooien. Ja, blokjes heb ik er al afgegooid, weet je, omdat die uitverkocht zijn. Ga ik ook niet opnieuw bestellen. Gerrit heeft zijn mokken nu niet meer online staan, weet je. Nee, maar dat we dat dan ook... En ook alle klachten, dat die gewoon afgehandeld zijn. Dat we een blanco blad... Maar over het algemeen zijn het allemaal klachten alleen maar over jassen, over het algemeen. En dat mensen vragen, wanneer komt mijn kistje? Ja. Of Polly, of dat dingetje. Maar goed, dan is het voor mij nu ook duidelijk. Want er is elke keer, dwarrelt hier wat over het terrein heen. En is dat voor mij niet duidelijk. En dan denk ik, dan is het straks maandag ook voor de rest duidelijk. Want laat het dan maandag ook gewoon eventjes kant en klaar. En Merel doet haar eigen jas, dus alle klachten over een jas, naar Merel toe. Die gaat dat gewoon fixen. Alles gaat er voor de rest naar jou. En dat we ook gewoon met z'n allen afspreken dat we gewoon nu binnen een week alles weg hebben gewerkt. Ja, maar dat vind ik ook. Knijterhard voor ik vind dat ook alles weg moeten. Ja. Ja, dat probeer ik al die tijd al, maar is die jassen nog steeds niet meer. Nee, maar liefde, ik zeg ook niet, weet je, ik probeer alleen maar, want het moet gewoon gefixt worden. Ja. En ik vind het dan heel lastig als iedereen zich daarmee gaat bemoeien. Ja. Is ook zo. Dan is het spoor bijster namelijk. Ja. En je merkt al dat Bren met Merel de jas ook keer gaat inpakken. Ja. Ja. Prima toch? Ja, als het maar gedaan wordt, zo denk ik erover. Ja. En wat er dan verder maar speelt. Maar zij hebben altijd eigen jas in willen pakken, weet je. En ik heb wel geholpen, maar... Ja. Nou, veel heb je geholpen ook. Ja, weet ik. Heel veel. Ja. Maar goed, dan is het nu gewoon duidelijk wat iedereen doet. En dan is het dan. En dan kan er maandag nog een keer een streep onder. En dan is het gewoon duidelijk. Kijk, hetzelfde kistje, die moet gewoon af. Weet je, en het duurt gewoon lang. Het is gewoon veel werk, weet je. Ja, zeker. Ik dat merk nu al. Ja. Het is gewoon, en vooral als je maar met 1 of 2 of 3 mensen bent, dan is het gewoon hartstikke veel werk. Ja. Maar we moeten het wel doen. Want we hebben het verkocht en we moeten die mensen hebben. En daarom heb ik ze er ook afgegooid. En ik snap dan niet wie ze er dan weer opgezet heb. Ja. Want daardoor waren er weer meer verkocht. Ja. Dat begrijp ik dan niet. En ik hoop niet dat ze nu weer online zijn. Nou, dat gaat. Dan moeten die dingen gewoon geannuleerd worden die er dan nog weer verkocht worden. Ja. Dan verkopen ze gewoon niet meer. Nee. Want het is, als je nu al ziet dat het moet allemaal nog in elkaar geschroefd worden. Ja? Je bent een dag of 3, 4 bezig. Ja, je bent vandaag ook nog niet klaar. Nee, en eigenlijk heb ik al geen zin meer om te schuren nu. Nee, maar begrijp ik ook. Maar ik maak het praatje wel even af. Ja, maar je bent ook al een paar uur bezig daarmee. Kijk, en heel eerlijk...
wij zijn er eigenlijk stiekem allemaal verantwoordelijk voor. Iedereen heeft hier wel zijn taak in dat. Maar uiteindelijk zijn we er allemaal verantwoordelijk voor dat het, ja. Ja, maar je weet hoe dat gaat hier. Ja. Als iemand zegt ik ga het doen en diegene doet het niet. Nee, dat klopt. Dan blijft het weer liggen en dan denk ik op een gegeven moment, nou ik ga er maar zelf aan beginnen. Ja. Want anders komt het niet af. En het lastige is dat we elkaar ook allemaal verwijten dat we niks doen. En dat is een bepaald moment ook een beetje klaar. Bren helpt altijd wel met kistjes, weet je. En daar ben ik al blij mee. Ger, maar die is nu mok aan doen. Ja, maar dat moet ook gedaan worden. Ja. Oké. Okay. Dus, in het begin waren we natuurlijk met heel veel meer. Aan het schuren, weet je. Ja, zeker. Ja. En Lex is zeker ook een kracht in die er super hard in mist. Ja, dat merk je goed. Weet je, anders had zij kunnen schuren en had de ander weer kunnen schroeven. Ja. Diezelfde plankjes, weet je. Ja. Ja, mis je gewoon. Ja. Nou, ik ga verroken, maak de kratje af en ga koken. Oh ja, dat zou ik helpen, toch? Ja. Oh, dat wou ik nog vragen. Ga ik direct vragen. Interesseert me het ook. Hey, en Truus. Die terugbetalingen. Kan dat gewoon niet op het bordje van Jesse? Nee, ga ik nog wel doen. Ga je dat wel zelf doen? Ja, als de kisten klaar zijn. Wat, kan Jesse dat niet gewoon doen? Want die kan dat ook. Die is tijd zat. Ik zie hem al de hele dag niet, hè? Nee, maar dat kan hij toch prima dan zelf doen? Of... Nee, want ik doe de webshop. Dat doe ik liever zelf. Ja? Ja. Oké. Okay.